Goedenavond. Het is weer zaterdagavond. Good Night Show met Den Boy. Jawel. Ondertussen weten jullie het. Scott, de manager. En Ronnie, niet de manager. Ja. Jawel, ja. Wij zijn Den Boy, hè? Ja, dat is al een tijdje aan de hand, hè. Of eigenlijk moet je zeggen, we mogen weer Den Boy zijn. We mogen weer Den Boy zijn. Gaan we het zo over hebben. Ja, ja. Want er zijn natuurlijk weer een heleboel spannende dingen gebeurd deze week. Ja, ondanks de COVID proberen we het normale leven toch weer een beetje op te pakken. Om dan te kijken wat we kunnen doen voor de samenleving. Ja, ja, ja. Ja, nou, dat merk je ook al een tijdje. Hebben ze geprobeerd om het voetballen weer op te pakken. Mm-hmm. Het is natuurlijk nog steeds even wennen dat voetbalwedstrijden gespeeld worden zonder publiek. Ja. Maar wel met FIFA-geluiden, hè, van het spel, FIFA. Dat ze die geluiden in het stadion laten horen, dan lijkt het net alsof er toch overal 80.000 man zit. Ja. Zelfs bij Excelsior, hè, ja. Heb je het idee, er zit gewoon 80.000 man. Ongelooflijk, terwijl daar zitten altijd maar een mannetje of 700. Ja, ja. Maar met die FIFA-geluiden, dan kunnen die spelers ook zenuwen bezorgen, hè? Ja, toch? Ja, als je gewend bent voor geluiden voor 700 man, hoor je ineens geluiden voor 80.000 man. Is toch ongelooflijk? Dan denk je, waar komen al die mensen vandaan? Maar het is wel leuk dat het weer begonnen is. Maar als kijker, zoals een wedstrijd van gisteren, Nederlands elftal tegen de Polen, is toch raar om tegen doeken aan te kijken. Ja, is toch raar. Is toch raar. Op het veld gebeurt hetzelfde wat er normaal gebeurt. Altijd, ja. Dus ook gisteren was het Nederlands elftal erg saai. Ja. Maar als je dan op de tribune kijkt, is het raar dat je dan tegen doeken aan zit te kijken. Want het publiek, dat is de 12e man. Ja. Maar de 12e man zit gewoon thuis. Ja. We kijken wel, alleen zij zien het niet. Nee, als onderdeel van het spel moet je publiek zien natuurlijk, hè. Ja. Teleurstelling, vreugde, boosheid, irritatie. En als je op het veld staat, dan voel je je toch gesterkt door die 12e man die schreeuwt, kom op, en gaan. Maar nu, Want die FIFA-geluiden zijn daar niet op afgestemd, hè? Nee, het zijn allemaal algemene geluiden. Nee. Kijk, wat het voordeel wel is, er worden nu geen oerwoudgeluiden gemaakt. Of de scheidsrechter wordt niet toegezongen. Snap je? Met liedjes over zijn moeder. Ja. Dus dat soort dingen, want kijk, dat doen die spelletjes niet. Dus die oerwoudgeluiden en dat soort gekke dingen, dat heb je nou niet. Of dat zijn vrouw een bepaald beroep uitoefent. Ja. Die liedjes hoor je dan niet meer. Of als een speler een bal de derde ring inschiet in plaats van stijf in de kruis. Weet je, het publiek hoort Dus dat roepen. Commentaar is weg. Ja. Dat is weg. Ja, maar het blijft raar. Het blijft raar. Maar, dat moet ik wel zeggen, ja. Wat wel een heel positief punt was, ja. Vanuit mijn bril bekeken, mm-hmm. mijn zwarte Surinaamse bril, mm-hmm. Mm-hmm. Wat is het Nederlands elftal toch zwart aan het worden, hè? Nee. Ja. Het Nederlands elftal wordt zwart. Je wou bijna zeggen eindelijk. Ja. Eindelijk. Ja, het is natuurlijk al een tijdje aan de hand, want ik denk het gaat met golven, denk ik. Ja. Want ik denk over een paar jaar is het Nederlands elftal volledig Marokkaans. Ja, zou je denken. Ja, want kijk, het is natuurlijk de generatie die eraan komt, hè? Ja, en de volgende generatie is Marokkaans. Ja. Zal hier en daar nog wel een Afrikaan of een Surinamer bij zitten? Mm-hmm. Of zelfs een verdwaalde Antilliaan? Mm-hmm. Maar, hij was gisteren, was hij toch redelijk black. Ja, was black. We beginnen over Van Dijk. Virgil van Dijk. We praten over Ake. We praten over twee. We praten over Bergwijn. Bergwijn, dat is drie. We praten over Wijnaldum. Wijnaldum, dat is vier. We praten over Faboy Disney. Wie bedoel je? Die nu bij Feyenoord speelt. Die voor Promes. Promes. Speelt die bij Feyenoord nu? Nee, bij Ajax. Bij Ajax speelt bedoel ik. Is dat Feyenoord, hè? Ja, dat is vijf. Dat is vijf. Ja. Dan hebben wij op de bank hebben we Wijndal, die is niet ingevallen. Er was er nog eentje in het veld, toch? Ja. Hadden we er vijf? Even kijken. Welke linie zijn we vergeten? We zijn achterin geweest, we zijn op het middenveld geweest. Voorin. We zijn voorin geweest. Even kijken. We hebben die gozer met die leeuw op zijn rug. Oh ja, De Pai. En mijn leeuw op zijn rug. Dat is al zes van de elf, hè? Ja. En dan vergeten we er waarschijnlijk nog wel één. Ja, wie vergeten Denk wij nou? Wie vergeten we nou, joh? Potverdikker. Ja, dat is als er zoveel zwarte zijn, dan vergeet je dat wel eens, hè? Ja. Maar dat kan niet, hè? We kunnen die broeders niet vergeten. Nee, kun je niet vergeten. Ja. Want Black Lives Matter, hè? Black Lives Matter. Ja, ook in het Nederlands elftal. Dus dan moet je heel zorgvuldig, moet je ze
En de blacker de better, hè? Ja, de blacker de better. Blacker de better. Dus, hoe de blacker beter, team... De beter de juice is dat dan. Hoe blacker de team, de better de prestation. Ja, de better de juice in the field. Ja. Ja. Kijk, het is toch... Het is waar dat die gasten kennen gewoon harder rennen. Ja. Kennen gewoon harder rennen. Ja. Kijk, andere techniek. Het houdt een keer op dat je harder kan rennen, maar dat houdt op als je onze leeftijd bereikt. Ja. Maar dan moet je ook voorstellen dat een heleboel van hun... Mm-hmm. Want kijk, Dumfries bijvoorbeeld was niet aanwezig. Die was niet aanwezig. Want is papa geworden. Is papa geworden. Die anders had er wel moeten zijn. Anders zaten we op 7. Had hij erin gestaan ook. Ja, dan zaten we op 7. Ja. Dus dat gaat hard, hè? Dat gaat keihard. Ja, dat gaat dat hard, Dat gaat keihard, joh. En dan is bijvoorbeeld die spits van PSV, Doniel Malen, die komt nu terug van een blessure. Die moet nog. Dus dan had hij ook nog erbij geweest. Die moet nog. Ja, snap je? En die gozer die altijd zijn haar oranje heeft de laatste tijd. Of Babeltje. Babel. Die had er ook nog. Zat hij erbij gisteren? Nee, die zat er niet bij. Helemaal niet bij? Nee, die zat er niet bij. Maar die zit er wel bij. Ja, die zit er wel bij. Die had er ook bij gemoeten. Dus we hebben wel... Je kan eigenlijk... Een Nederlands Black Elftal kun je hem gewoon makkelijk samenstellen. Ja, die kabel, hè? Ja. Die kabel is er weer, hè? Ja, die kabel. Het is een nieuwe kabel is dit, hè? Ja, ze noemen het geen kabel eigenlijk meer, want dat gaat vorige week gezeik. Ja. Het is draadloos. Ja, klopt. Ja, en dit tijdperk is draadloos. Ja. Dus de nieuwe wifi. De nieuwe wifi. Is dit. De nieuwe wifi. De wifi connection is dit. Ja. Je had de cable connection, had je. Ja. En dit is de nieuwe wifi connection. Wifi connection. Ja, dat, ja, is, dat natuurlijk is wel waar wat je zegt. Ja, de wifi connection. Ja. En er komt nog veel meer aan, hè? Aan talent komt er veel meer. Als je bijvoorbeeld kijkt, vrijdagavond heeft Jong Oranje gespeeld. Mm-hmm. Daar spelen ook wat Black Brothers in, hè? Ja. En die komen er ook aan, hè? Hey. Hoe heet die? Die rechtsback. Ja, die maar... Die bij PSV speelt. Ja, maar ik bedoel die vriend van onze... Die zoon van onze vriend. Noah Lang. Gravenberg, Noah Lang. Ja. Die komen er allemaal aan, hè? Komen er allemaal aan. Die zijn bijna Nederlands elftal rijp, hè? Dat is niet te geloven, joh. Zometeen moet je een aparte selectie maken... Ja. Van welke witte Nederlanders passen nog in dat zwarte elftal? Ja, daar blijven wij weinig over, hè? Wij neigen, ik durf het niet hard te zeggen, maar ik denk het wel hardop. Wij neigen richting Frankrijk te gaan. Oeh. Ja. Maar die hebben een sterk team, hoor. Ja, ja. Maar die is dan ook voor 80%... Is hij ook Black Lives Matter? Nou, ik heb het een keer gezien dat het voor 100% was, hoor. Ja. Nou, alleen op de keeper. Nee, de keeper was de toen keeper een witte keeper. En volgens mij deed Zidane ook mee. Nee, ik heb een keer gezien, een paar jaar geleden, was dat hele team volledig Lenoir. Ja, Lenoir. Lenoir. Lenoir? Ja. Wij gaan ook richting volledig Lenoir, hè? Maar die waren sterren, jongen. Ja, dat was niet normaal. Omdat die Afrikanen, die in Frankrijk spelen, die zijn sterk, jongen. Ja, die zijn sterk. Weet je, want kijk, wij hier eten aardappelen. Onze Surinaamse jongens eten aardappelen wel eens in cassave. Ja. Maar daar in Frankrijk eten die Afrikanen boomschors. Ja. Direct boomschors. Ja, en soms rauw. Rauw. Dan zit het in een salade. Ja, dat is niet te geloven. En soms koken ze het. Ja. Met fufu. Ja. En kip. Oh, daar worden je botten zo hard van. Je botten worden zo hard. Als ze die kip willen koken. Want die kip kan ook rauw gegeten worden. Ken door ook, die gasten. Dat hij gewoon fladdert op het bord. Ja. Doet niks uit, hè. Nee. We worden... het is alleen jammer dat het spel nog niet... Het was nog niet helemaal... Nee, maar ja. Excuses natuurlijk. Niet iedereen is in training. Is in ritme. Klopt. Maar dan hebben we het toch nog niet slecht gedaan. Nee, het was nog niet helemaal gepolijst. Ja. Maar we hebben wel gewonnen. Zonder vaste bondscoach ook, hè? Ja. Want we zijn onze bondscoach kwijt. Ja, die is naar Barcelona. En dan neemt hij ook weer 2 Blacks mee. Ja, absoluut. Neemt hij 2, Depay en Wijnaldum. Ja. Neemt hij 2 Blacks mee. Ja. Want, we weten het, Black Lives are better. Ja. Snap je? Ja, Black Lives are better. Dus dus vandaar dat hij heeft de coach recognizes it. Ja, hij is recognized. En die zegt gewoon, we nemen ze mee. Niets ten nadele van de witte spelers, want Frenkie de Jong is nog steeds verschrikkelijk goed. Had ook zwart kunnen zijn. Zwart kunnen zijn. Ja. Frenkie de Jong. Ja, dan had hij ook gewoon Frenkie, hè? Frenkie de black player kunnen zijn. Ja. Of was hij waarschijnlijk Brian de Jong geweest, weet je? Weet je wel? Ja. Of Di Stéfano de Jong. Ja, zoiets. Ja. Maar vergis je niet, hè.
Vergis je niet, hè? Nee, De Jong. De Jong. Dat is van een andere orde, hoor. Ja, absoluut. Ja, van een andere Eigenlijk orde. Ben ik wel een beetje jaloers dat hij toch een witte speler is. Ja. Ben je wel een beetje jaloers? Ja, een beetje jaloers. Beetje jaloers. Ja, want hij had eigenlijk een beetje black moeten zijn, hè? Ja. Een beetje black. Ja. Maar we waren dus trots op het Nederlands elftal. Ja. Dat is natuurlijk... Weet je waar we eigenlijk ook trots op moeten worden, eigenlijk? Want in principe domineren wij in een heleboel sporten. Ja. Je hoeft het maar op te noemen... En Black Lives Better. Ja. Ja, Black Lives Better. Ja. Basketbal, voetbal, honkbal. Formule 1. Noem het maar op. Formule 2. Black Lives Better. Formule 3. Wat ik mis, is een uitstekende black wielrennerteam. Je zegt het. Een volledig wielrennerteam. En ik denk eraan. Ja. Jij zegt het, ik denk het. Ja, een volledig black wielrenners team. Want ik wou het zeggen, hè? Ja, je wou het zeggen. Jij zei van, je denkt het. Ja. En jij dacht het ook. Ik wil het bijna zeggen. Ja, 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 ja. En ik denk, dat moet toch lukken als we die kinderen vanaf jongs af aan... Want we kunnen grote sponsors op de been brengen. Kunnen. Ja, dat als we willen. Als we willen, kunnen wij dat. Als we kijken naar bijvoorbeeld Fernandes. Waarom hebben wij geen Fernandes team? Makkelijk. Kijk. Er is een Jumbo team. Ja. En Vismalen team. Ja. Jumbo dus Vismalen, die doen samen. Dat kan Fernandes makkelijk. Met Parbobier. Tuurlijk. Fernandes Parbobier team. Ja. Fernandes Parbobier team. Of Fernandes Parbo Kirpalani team. Ja toch. Ken makkelijk. Ja, en Kuldeep Singh team. Kuldeep Singh team. Ja, die kan wel een paar fietsjes kopen, hoor. Ja, die kan wel... Die maakt ze zelf. Ja, dat bedoel ik. Die maakt ze zelf. Is toch niet te geloven dat wij nog steeds... licht. Wij hebben geen team. Hoe kan het dat wij nog steeds geen team hebben? Stel dat er een Olympische speler voor wielrennen komt... dan moet er toch makkelijk een Surinaamse vertegenwoordiging... naar de Olympische Spelen gaan. We hebben wel één, zover ik weet, één jonge Surinaamse... Jonge man? Ja, die in Amerika fietst. Maar die fietst voor Suriname? Ja, ja. Maar die fietst in voornamelijk Amerikaanse wedstrijden. Weet je, Pan American Games. Er is in Suriname geen wielrenwedstrijd. Nee, die is Wanneer niet. Is die er? Nee, en die is En waar moet je fietsen? Nee, we hebben wel Bicycle Cops, hebben we wel. Ja, Biker Team. Ja, Biker Team, die hebben we. Die hebben we. Maar ja, die is om boeven te vangen. Dat is niet om mee... om mee te doen aan de Olympische Spelen. Als die boeven nou beginnen te rijden op fietsen... om weg te komen voor de politie, die op bikerteam... Dan kunnen we daarvan uit kunnen we selecteren. Snap je? Hoe snel rij jij weg van de scooter? Dan heb je alvast toch een eerste selectie. Ja, dat sowieso. Nou, wij moeten er weer vandoor. Ja. Want wij beginnen vandaag weer met onze tour. Ja, absoluut. Raar. We gaan naar Arnhem. Arnhem? Ja. Dus als je in de buurt van Arnhem bent... kom je gezellig kijken, zo niet... Kijk gewoon op onze social media en dan zie je waar Den Boy de komende tijd de Tour raar speelt. Absoluut. Ja, want dus. Als je niet komt, zou raar zijn. Zou raar zijn. Dat is raar. Dat is raar. Dat je weet dat wij gaan toeren met raar. Ja. En dan kom je niet. Dat is raar. Dat is raar. Dat is raar. Dus je moet erbij zijn. Ja. Ja? Zorg dat je onze lijst ziet. Op onze Facebook of op onze website www.denboy.nl. Ja, overal. Ja, overal. Ja, overal. Overal kan je het zien. Gewoon overal. Als je het niet weet... Dan heb je niet gekeken, maar nee. Je hebt geen excuus om niet te weten waar Den Boy speelt. Ja, dat is raar. Als je het niet weet, is raar. Ja, kom, we gaan. Maar oké, tot volgende week. Ja. Dit was de Good Night Show met Den Boy. Later. Hoi.